Yo, Chesso, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag heb ik voor jullie een review, want heel veel mensen vroegen natuurlijk aan mij, Chesso, wat is er nieuw met de Astro 48 Tournament Ready Edition natuurlijk, oftewel de TR Edition. Vandaag ga ik het jullie eventjes laten zien wat er dus nieuw is en wat beter is dan vergeleken met de oude Astro 48 die ik hier natuurlijk heb liggen, mijn enige echte roze headset. En laten we gelijk beginnen met de pluspunten van beide headsets die ik niet verbeterd vind, maar gewoon alsnog super tof zijn. Als jij een Astro koopt gelijk van het begin, krijg jij altijd stoffen kappen. Ze zijn een beetje vies, want ik heb ze al 2 jaar lang gebruikt. Maar je krijgt altijd stoffen kappen, zoals je hier ziet. Goede stof, gewoon echt lekker zacht om je oren. Je oor kan hier ook echt precies in gewoon. En elke typische Astro headset heeft dat. Maar, zodra je de Astro Tournament Ready koopt, kan jij een modkit erbij kopen waardoor jij je, je stoffenkappen kan vervangen tot leren kappen. Waarom ik dat niet wil, is ik hou totaal niet van leren headsets, omdat ik daar echt punt 1 pijn in mijn ogen van krijg na een tijdje. Want ik kan niet 4 uur lang met een beach op zitten en ik kan echt makkelijk 7 tot 8 tot 9 tot 10 tot 12 uur met een Astro in mijn hoofd zitten zonder pijn aan mijn oren te krijgen of iets. En daarom vind ik dat gewoon bij beide headsets niet verbeterd, maar alsnog wel een pluspuntje waard. Nog pluspunt aan beide headsets is dat jij de speaker tags kan vervangen. En bij elke headset nog je microfoon aan de kant mee kan demonteren waar jij wil. Zoals je ziet, bij links en bij rechts kan jij je microfoon zetten. En dat is natuurlijk ook best wel awesome. Wat je nog steeds kan doen is de Astro site is een eigen tag maken natuurlijk. Dus je kan op deze tag, zoals jullie hier zien, zit er een Astro logotje op. Maar ik kan dus bijvoorbeeld hier mijn logo op proppen en op mijn headset zo doen. Ik ben er wel van plan om te doen. Het kost alleen best wel duur, want zo'n 2 tags betaal je €60. Dat is best wel duur natuurlijk. Vandaar dat ik het nog niet heb gedaan. Maar we gaan nu even naar de pluspunten van de nieuwe Astro A40 Tournament Ready. En ik zeg niet dat je moet kopen, maar ik leg het eventjes uit voor jullie, want sommige mensen zitten nog te twijfelen. En we beginnen met één best wel belangrijk ding, is natuurlijk de microfoon. Want als je de oude Astro A40 had, is de microfoon best creepy of crappy, hoe je het zegt. Als jij in je party zit op PlayStation. Iedereen had voice crack en dat wil je natuurlijk niet. En daarom heeft Astro het gefixt met deze microfoon. Het is niet alleen deze microfoon, maar het ligt ook aan de nieuwe Mix-M die ik natuurlijk heb gekocht. En het is een typisch Astro microfoon. De oude microfoon had dit, was dit zilver en nu is het brons. En het blijft natuurlijk gewoon de jack die we altijd van Astro gewend zijn. Ongeveer zo lang. Die natuurlijk hier aan de zijkant in jouw Astro kan schuiven. Dus als het lukt, doe ik het even. Ja, hij zit erin. En het is best wel gewoon een flexibele microfoon. Want je kan hem naar je mond werken als je dat wil. Dus als jij een tournament aan het doen bent, kan jij gewoon praten met je vrienden. Zonder er echt last van te hebben. En ben je klaar, doe je hem weg, doe je hem omhoog. En dan is jouw microfoon weg. Ik gebruik nu die microfoon. Simpelweg omdat ik gewoon mijn studio microfoon heb gebruikt. En als ik Skype met vrienden gebruik, die ook gewoon. Dus de microfoon doe ik terug in de doos. Die gebruik ik toch niet. En dan gaan we verder met het volgende ding die best wel beter is geworden. Zoals je hier ziet is dit de oude Mixamp. En deze kreeg ik standaard bijgeleverd met deze headset natuurlijk. En het mooie dus is dat heel veel is veranderd met deze Mixamp. Met de nieuwe Mixamp kan jij dus een bepaalde software downloaden van Astro zelf. Waar jij dus je eigen instellingen kan neerzetten. Je kan de bas omhoog doen, je kan de bas naar beneden doen. Alles kan je er gewoon mee doen. Kijk het gewoon even, zou ik zeggen. En ga ermee spelen als je een nieuwe mixer hebt. Maar wat met deze mixer natuurlijk gewoon is, is hier zet je het gamegeluid harder mee. En deze knop is best wel belangrijk. Want als jij vrienden hebt in de Skype die best wel luidruchtig zijn, zet je de game iets harder, waardoor je de game iets harder hoort en je vrienden iets zachter. Maar hoor jij je vrienden wat zachter, zet jij je vrienden wat harder. Maar het probleem is, dan hoor je de game wat zachter. En dat is met deze Astro headset gefixt. Want dat kan je niet draaien met allebei de knoppen. En dat komt bij deze niet. Dus dat vind ik natuurlijk super chill. En de Astro heeft natuurlijk ook nog deze 2 kleine knopjes. Wat staat voor surround sound en voor het entertainment geluid. Wat jij natuurlijk gewend bent om te gebruiken. Verder rest is de Astro A40 TR echt super qua kwaliteit. Ik snap even niet waarom de doos niet dicht wil. Waarschijnlijk omdat ik de mix-up er verkeerd in heb zitten. Dat zal wel juist doen. Ja. Waarom deze Astro ook best wel gaaf is, is omdat hij speciaal gemaakt is. Oh, hier staat het. Voor Call of Duty Black Ops 3, zoals hier staan. Treyarch en Activision en
Astro, als ik het goed heb, hebben samengewerkt aan deze headset natuurlijk. En ja, het is gewoon super leuk, echt super awesome dat ze hebben gedaan. Zou je ook op de achterkant zien staan, staat hier modkit. Zou je zien, dat bedoel ik dus. En dat staat dan bij dat je... het is in het Frans, dus dat kan je nooit lezen. Oh hier, Noise Cancelling Conversion Kit. Wat het inhoudt, is de tekst die jij hier zo op mijn headset ziet. Dat zijn deze tekst. Die zijn al Noise Cancelling. Wacht, ik zet hem even omhoog. Dan haal ik hem los. Dit zijn Noise Cancelling Tags. Wat dat inhoudt is, als er hier naast iemand zit, hoor ik het amper. Want ik hoor mezelf ook amper praten. En hij sluit gewoon zo goed af van de buitenwereld. En dat is natuurlijk best wel ziek. Natuurlijk ook als je binnenkant kijkt naar de doos oranje. Black Ops 3 natuurlijk zwart en oranje. En ja, ik ga je bij de video afsluiten, jongens. Ik hoop dat ik jullie geholpen heb met hoe jouw Astro natuurlijk werkt. En of hij nou verbeterd is, ja of nee. Laat even weten als je er een gaat kopen in de comments. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.